Lars Unnerstall, unser Neuzugang aus Deutschland. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Ja, ich bin Lars Unnerstall, bin 26 Jahre alt, komme aus gebürtig aus Ittenbüren und habe jetzt 3 Jahre in Düsseldorf gespielt und freue mich jetzt hier in Venlo zu sein. Wat vind je van onze nieuwe aanwinst, Lars? Nou, hij is in ieder geval een indrukwekkende gestalte. Hij is bijna 2 meter. Dat is ook wel een, ik denk een type keeper dat we nodig hebben in de Eredivisie. Met lengte, daar hebben we ook nadrukkelijk naar gezocht. We hebben uiteraard ook in Nederland rondgekeken. In Nederland denk ik niet dat er veel keepers zijn met de kwaliteiten zoals Lars. En als ze er al zijn, dan zijn ze denk ik voor ons onbetaalbaar. Dan spelen ze al in de top of in de subtop. Dus ja, wij zijn eigenlijk in Duitsland terechtgekomen. En we hebben een maand of 2 geleden voor de eerste keer met Lars gesproken. En dat is toen van beide partijen heel goed bevallen. En daarna heeft het zeg maar een vervolg gekregen. We hebben Lars natuurlijk uitvoerig bekeken. We hebben een aantal trainingen van hem bekeken. We hebben natuurlijk wedstrijden van hem gezien. We hebben mensen, onder andere Huub Stevens, die met hem gewerkt hebben. Daar hebben we uitvoerig gesproken. En ja, eigenlijk alles was positief. Dan denk ik dat wij blij moeten zijn dat we een keeper met de kwaliteiten van Lars Unnerstall, dat wij die nu naar Venlo krijgen. Wat erwartest du van de nieuwe seizoen met Venlo in de Eredivisie? Ja, ich denke, es wird eine harte Saison, eine schwierige Saison, aber ich denke, dass wir halt erstmal hinten drin stehen werden und kämpfen müssen um jeden Punkt. Und da freue ich mich halt drauf und denke auch, dass ich dadurch mich halt beweisen kann. Hoe zijn jullie op Lars gekommen? Nou, je krijgt heel veel spelers aangeboden. Dat gaat via zakennemers en zo. We hebben zelf natuurlijk ook een aantal jongens of kandidaten op het oog. Ja, hij is via ons netwerk eigenlijk aangeboden. En daar zijn we er eens naar gaan kijken en daar zijn we er eens in gaan verdiepen. Hè, omdat dan de eerste indrukken zijn positief. En dan ga je er wat meer in verdiepen. En dus eigenlijk via ons netwerk is hij binnengekomen.